Ik heb in ieder geval geen vertrouwen in als het op de manier gaat zoals hun van plan zijn. 25 jaar lang konden jongeren met complexe problemen terecht bij Stichting Trix. Dagelijks waren er in de werkplaats op de Binkhorst zo'n 8 jongeren bezig en kregen zij onder meer structuur en een opleiding. Vanaf 1 juli komt daar een eind aan. De stichting stopt ermee. Dit betekent voor, niet alleen voor ons als persoon. Hè, mijn vraag was, ben je boos? Ik ben niet boos. Ik ben teleurgesteld. Het betekent wel voor een aantal jongeren die in de jeugdzorg zitten, in de zwaardere jeugdzorg, jongeren die uit detentie komen. Betekent dat er geen plek meer is zoals die er was bij Stichting de Trix. Dit is de lastbox en daar liggen nog de werkstukjes waar de jongeren mee bezig waren. Maar ja, door de corona zijn we toen gesloten en nou, zoals het er nu uitziet, gebeurt het helemaal niet meer. De stichting houdt op te bestaan omdat ze het niet eens zijn met de manier waarop de gemeente ze wil financieren. Niet meer met een subsidie vooraf, maar op basis van prestaties. Wethouder Bert van Alphen legde in het radioprogramma Spuigasten van Den Haag FM uit waarom. De wereld is op 2 manieren veranderd. Er zijn meer organisaties die goed met deze groep om kunnen gaan, die daar een aanbod op hebben. En de subsidiëring, de financiering van, dit soort projecten is ook aan het veranderen. Het is niet meer van je krijgt zoveel geld als subsidie en los het even op. Maar nu van wat ben je van plan om te gaan doen om deze groep goed aan te pakken, daar hebben we geld voor over. Nou, wat ik ervan vind, zo de eerste reactie die ik daarop wil geven. Dat hij zegt, we hebben andere organisaties en die kunnen ook prima omgaan met deze jongeren. Ik zal je vertellen, half Nederland kan prima omgaan met deze jongeren. Maar daar hebben we het niet over. We hebben het over jongeren die uit detentie komen. Jongeren die langdurig niet op school hebben gezeten. En mee omgaan is het probleem niet. Maar hoe krijgen ze nou zover tot ze weer kunnen stevig in de schoenen staan binnen de maatschappij. En dan praat je over eentje heel iets anders. Wat gaat er dan met de jongeren nu gebeuren? Ja, ik heb het lijstje ingeleverd bij de gemeente. En de gemeente die... Die ook, zoals meneer Van Alphen beweert, die gaat dat gewoon oplossen. Heb je er vertrouwen in dat het goed komt met die jongeren? Ja, je moet alles wat ze zeggen, moet je geloven. Hè? Want anders kun je helemaal niet meer met elkaar omgaan. Maar ik heb in ieder geval geen vertrouwen in als het op de manier gaat zoals hun van plan zijn.